1 Koningen 21. Dat gaat over Achab en de wijngaard van Naboth. Voor de Mannen Bijbelstudiekring Bewaar het Pand heeft Wim ten Hove dit samengesteld. Zingenlied 108, vers 1 tot en met 5 uit de bundel van Johan de Heer. Leid mij, Heer, o machtig heiland. Vers 1. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij, mijn sterkte, gij, mijn leider, vul mij met uw geest steeds meer. Vul mij met uw geest steeds meer. Vers 2. Laat mij zijn een godsgetuige, sprekend van u meer en meer. Leid mij steeds door uw liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. Brood des levens, brood des hemels, voed mij dat ik groei naar u. Voed mij dat ik groei naar u. Vers 3. Laat door mij uw levend water vloeien als een klare stroom. O Heer Jezus, het wordt steeds later dat uw geest over allen kom. Machtig heiland, mijn verlosser, kom Heer Jezus in uw kracht. Kom Heer Jezus in uw kracht. Inleiding 1. In de tijd van rust die Elia mag doormaken, nadat hij Elisa de mantel omwierp, heeft die oude profeet zijn jonge opvolger toe mogen rusten voor de taak die hem wachtte. Die rustperiode die volgde na de vlucht van Elia had een politieke oorzaak, lezen we in 1 Koningen 20. Achab en Izebel moesten de vervolging van de profeet staken vanwege de strijd die ze te voeren hadden met de Syriërs, koning Ben-Hadad met zijn legers. Inleiding 2. Voor Achab verliep die oorlog gunstig. Het ging met Elia net als met David. David was eens door koning Saul omsingeld en hij meende dat zijn laatste uur geslagen had. Toen kwam er een bode van koning Saul. Haast u en kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen moest Saul het jagen van David opgeven. Nu zijn de Syriërs met koning Ben-Hadad het land binnengevallen en Achab moet het jagen van Elia opgeven. Om over na te denken 1. Elia kreeg een rustperiode, maar daarna volgde een nieuwe confrontatie met Achab. Johannes de Doper was ook in de woestijn ter voorbereiding van zijn roeping. Dopen en prediken, een doop van bekering en vergeving van zonden, Markus 1 vers 4. In welk opzicht komen Elia en Johannes de Doper nog meer overeen? Lezen 1 Koningen 21 vers 1 tot en met 4. Achab en Naboth. Hierna gebeurde het volgende. Naboth uit Jisrael had een wijngaard die in Jisrael lag, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. En Achab sprak tot Naboth: geef mij uw wijngaard, dan kan ik die mij tot een moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze. Of, als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld. Maar Naboth zei tegen Achab: laat de Heere daarvan bij mij geen sprake doen zijn, dat ik u het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven. Toen kwam Achab thuis, somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Naboth uit Jisrael tot hem gesproken had, dat deze had gezegd: ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Achab was onder de indruk van het gebeurde op de Karmel, maar meer ook niet. De goddeloze vrouw Izebel brengt hem van kwaad tot erger. Achab had niet alleen een paleis in Samaria, maar zijn geliefkoosd buitenverblijf, zijn zomerpaleis, was in Jisrael.
Een prachtig, een schitterend paleis met mooie tuinen, waar de koning grote en overdadige feesten aanrichtte, ter ere van de maangodin Astarte. In die koninklijke tuinen, schitterend aangelegd en keurig onderhouden, wandelt de koning op zekere dag. Wie verzot is op rijkdom en goed, krijgt er nooit genoeg van. Ahab laat zijn oog vallen op de wijngaard die precies naast zijn koninklijke tuinen ligt. De wijngaard van zijn buurman Naboth. Zou Naboth zijn land aan de koning willen afstaan? Hij doet hem een voorstel. Geef mij uw wijngaard, dan kan ik daar een moestuin van maken. Ik zou u een betere wijngaard geven, of als u dat liever wilt, zal ik u geld geven, zeg maar, wat de grond kosten moet. Het zou Naboth tot een vriend van de koning gemaakt hebben, als hij op Ahabs voorstel en aanbod was ingegaan. En de koning iets weigeren, dat was zeer gevaarlijk, dat kon je zelfs je leven kosten. En toch schudt Naboth zijn hoofd, hij mag dat niet doen. Hij mag zijn grond niet voor altijd verkopen of weggeven. Daar lagen misschien zijn vaderen wel begraven. Men begroef de geliefde doden soms op een eigen stuk land, op de hoek van de akker. Maar Naboth weigert niet, omdat hij zo gehecht is aan die grond, maar vooral in geloof. Nee, zegt Naboth beslist, laat de Heere daarvan geen sprake doen zijn dat ik het erfgoed van mijn vaderen weggeven zou. De Heere had dat stuk land aan zijn vaderen gegeven. De Heere had bevolen, het land dat ik aan een familie geef, zal in het bezit van die familie blijven. Het is voor Naboth een heilig bezit. Hij bukt niet voor de Baal en hij bukt niet voor de verzoekingen, voor de listen van Ahab. Hij is God, meer gehoorzaam dan de mensen. Schaamt Ahab zich niet dat hij, de koning, deze man heeft willen overhalen om Gods gebod te overtreden? Zich schamen? Ahab is woedend, toch durft hij Naboth niets te doen. Daar is hij te laf voor. Hij gaat naar zijn huis en werpt zich boos op zijn divan, zijn gezicht naar de muur gekeerd. Hij wil met niemand spreken en niemand ontvangen. Hij wil ook niet eten. Hij wil die wijngaard hebben. En ik kan hem niet krijgen, kinderachtige Ahab. Om over na te denken, 2. Is de kerk of de gemeente een geschenk van God voor mij, zoals Naboth het erfelijk bezit van zijn vaderen in zijn leven als uit Gods hand heeft ontvangen? Wat voor betekenis heeft de gemeente of de kerk voor mij? Hoort daar een kerkelijke traditie bij? Lezen 1 Koningen 21 vers 5 tot en met 7. Izebel en Naboth. Toen kwam Izebel zijn vrouw bij hem. Zij sprak tot hem. Wat is er dat uw geest somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt? Hij sprak tot haar. Omdat ik tot Naboth uit Jisrael heb gesproken en tegen hem heb gezegd. Geef mij uw wijngaard voor geld. Of als u dat liever hebt, zal ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd, ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Izebel zijn vrouw tegen hem, moet u nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ik u de wijngaard van Naboth uit Israël geven. De koningin is verbaasd, wat mankeert de koning dat hij zich zo aanstelt? Waarom eet hij niet? Daar wil ze het hare van hebben. Ze komt Ahabs kamer binnen. Hij hoort haar wel komen, maar weigert zich om te draaien. Hij veel te veel uit zijn humeur. Wat betekent dat, informeert de koningin. Waarom eet je niet? En waarom ben je zo boos? Dan klaagt hij haar als een ontevreden kind zijn teleurstelling. Ik wil de wijngaard van Naboth zo graag hebben, maar hij wil hem niet geven. Ik heb hem er geld genoeg voor geboden of een andere wijngaard, maar hij doet het niet. Een ogenblik zwijgt de koningin. Ze kan haar oren niet geloven. Wat?
De koning wil een stuk land hebben en Naboth wil het hem niet geven. Daarover is hij uit zijn humeur. Dan barst ze in een schaterende hoongelach uit. Wat een koning! Die wil het land regeren. Nee, dat doen ze in het land waar zij vandaan komt anders. Daar neemt de koning eenvoudig wat hij hebben wil. Sta op, lach ze. Wil je die wijngaard graag hebben? Je zult hem hebben. Daar zal ik voor zorgen. Wees nu maar vrolijk en eet, dat zal je goed doen. En voor de zoveelste maal laat Agab zich door de gewetenloze Izebel regeren. Hoe ze het klaar zal spelen, vraagt hij niet. Maar hij is er zeker van dat hij het begeerde stuk land krijgen zal. Want wat Izebel op zich neemt, zet ze door. Zo doet ze ook nu. Lezen 1 Koningen 21 vers 8 tot en met 12. Izebels moordplan. Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Agab, verzegelde die met zijn zegel en zij stuurde de brieven naar de oudsten en naar de edelen die bij Naboth in die stad woonden. In die brieven schreef zij, roep een vasten uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden die tegen hem getuigen. U hebt God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hun opgedragen had, zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had. Zij riepen vasten uit. Zij lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten. Maar Izebel gaat voorzichtig te werk. Ze schrijft brieven aan de edelen en voornaamsten van de stad. Ze moeten doen alsof de Heere boos is op de inwoners van de stad, omdat er een grote misdaad heeft plaatsgevonden. Daarom moet er een vasten worden uitgeschreven en een vergadering belegd om de misdadiger te ontdekken. Ze moeten Naboth op de hoogste plaats zetten. Ze moeten ook twee mannen huren om Naboth te beschuldigen. Die moeten zeggen dat hij God en de koning gevloekt heeft. Dan moeten ze hem buiten de stad brengen en stenigen, want Naboth moet uit de weg geruimd worden. Ze zet brutaal Agabs naam onder deze brieven en verzegelt ze met het zegel van de koning. De brieven gaan rond, er is niemand die protesteert. Allen buigen voor het bevel van de goddeloze koningin. Zo liet Izebel in Israël een vasten uitroepen, alsof er een grote zonde op de stad, een banvloek lag. En dat moest uit de weg geruimd worden. Zo misleidden ze het volk. Om over na te denken 3. Eenzelfde gang van zaken zien we bij de Heer Jezus na zijn arrestatie in Gethsemane. Hij moest en zou sterven. Dat stond bij voorbaat vast. Hoe verliep zijn proces? Lezen 1 Koningen 21 vers 13 tot en met 16. Naboths dood. Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten. En die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk. Naboth heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten zij hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, zodat hij stierf. Daarna stuurde zij Izebel een bode om te zeggen, Naboth is gestenigd en is dood. Het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tegen Agab zei, sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Israël in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven. Naboth leeft namelijk niet meer, maar hij is dood. En het gebeurde toen Agab hoorde dat Naboth dood was, dat Agab opstond om naar de wijngaard van Naboth uit Israël af te dalen, om die in bezit te nemen. Als de vergadering waar Naboth in de erezetel zit aan de gang is, verschijnen deze twee boosdoeners, nietswaardige, minderwaardige mannen. Zij komen vertellen dat zij weten aan wie ze de toorn van God te danken hebben.
Zij kennen de misdadiger. Daar zit hij. Er is Nabot. Wat heeft die gedaan? Hij heeft God en de koning vervloekt. Dat is majesteitsschennis, vertellen de leugenaars. De hele vergadering huichelt nu afkeer en ontzetting. Wat een slechte man is Nabot. Ja, volgens Gods wet moet hij nu sterven. Zonder te luisteren naar zijn verdediging, sleuren ze hem de zaal uit. Buiten de stad gooien ze hem met stenen dood. Goddeloos volk. Dan sturen ze Izebel bericht. Nabot is dood. Zonder enige schaamte vertelt de koningin aan de koning dat Nabot hem niet meer in de weg staat. Ga nu de wijngaard die Nabot u niet wilde geven, maar in bezit nemen, zegt ze. Nabot is dood. En ze lacht weer haar goddeloze spotlach. Agab geniet van zijn nieuwe bezit. De wijngaard is prachtig geschikt voor een moestuin en zo mooi gelegen. Zijn vrouw heeft dat maar netjes voor elkaar gekregen. Om over na te denken 4. Izebel is wel doortastend. Hoe zit het met de doortastendheid van koning Agab? Lezen 1 Koningen 21 vers 17 tot en met 19. Elia wordt gestuurd. Maar het woord van de Heere kwam tot Elia, de Tisbiet. Sta op, daal af, Agab, de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgedaald is, om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen, zo zegt de Heere, hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? Verder moet u tot hem spreken, zo zegt de Heere, op de plaats waar de honden het bloed van Nabot opgelikt hebben, zullen de honden uw bloed oplikken, ja, het uwe. Nabot had een wijngaard. Christus heeft ook een wijngaard geplant, zie Jesaja 5, vers 1 tot en met 7. Nabots wijngaard werd aangevallen, werd begeerd door een goddeloos mens. Nu is Christus gekomen tot de wijngaard. Ze hebben hem aangevallen, ze hebben hem genomen, ze hebben hem gekruisigd. Christus werd ook verzocht in de woestijn. Matthäus 4. Al deze dingen zal ik aan u geven als u mij zult aanbidden. Als u de erven uw vaderen mij geeft, geef ik u heel de wereld. Slechte mannen, omgekochte lieden, klaagden hen vals aan. Hoe kan God dit toelaten? Zijn zoon, zijn kind, zijn oogappel, de lofzang van de engelen, de heerlijkheid van de hemel, de schepper van hemel en van aarde, de kruisdood in. En Nabot gestenigd, Nabot gedood, terwijl hij pal stond voor het erfelijk bezit van zijn vaderen. Om over na te denken 5. Of is dit de normale gang van zaken voor elke gelovige? Johannes 16 vers 33. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Lezen 1 Koningen 21 vers 20 tot en met 26. Gods oordeel over Agab aangezegd. En Agab zei tegen Elia, hebt u mij gezonden, mijn vijand? Hij zei, ik heb u gevonden, omdat u uzelf verkocht hebt, om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere. Zie, ik breng onheil over u. Ik zal uw nakomelingen wegvagen, en ik zal van Agab alle mannen uitroeien, zowel de gebondenen als de vrije in Israël. Ik zal uw huis maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baeza, de zoon van Ahia, vanwege uw tergen, waarmee u mij tot toorn hebt verwekt en Israël hebt doen zondigen. En verder sprak de Heere over Izebel, de honden zullen Izebel opeten bij de vestingwal van Israël. Wie van Agab in de stad sterft, die zullen de honden eten. En wie in het veld sterft, die zullen de vogels in de lucht opeten. Er is nooit iemand zoals Agab geweest, die zichzelf verkocht om te doen wat slecht is in de ogen van de Heere,
omdat Izebel, zijn vrouw, hem daartoe aanspoorde. Hij handelde zeer gruwelijk door achter de stinkgoden aan te gaan, overeenkomstig alles wat de Amorieten hadden gedaan, die de Heere voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. De Heer is lang geduldig geweest voor Achab, maar nu is de maat vol, de straf komt. Ga naar Achab, zegt de Heere tot Elia. Hij is in de wijngaard van Naboth, die hij in bezit heeft genomen. Spreek daar mijn woord tot hem. Wreed wordt Achabs geluk verstoord. Nu geniet hij juist zo van zijn pas verkregen stuk land. En daar staat die man weer voor hem, Elia, de ongeluksprofeet. Zo, zegt de Heere, u hebt doodgeslagen en een erfelijke bezitting geroofd. Zoals de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen ze ook uw bloed lekken. Achab staat verslagen. Heel zijn blijde stemming is verstoord. Wat heeft die man toch tegen hem? Waarom brengt hij hem toch altijd zulke nare boodschappen, deze ongeluksprofeet? Heb je mij gevonden, mijn vijand? Klaagt hij. Ja, zegt Elia, ik heb u gevonden, omdat u uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. Daarom zal de Heere kwaad brengen over u en uw nakomelingen. Er zal geen man van uw geslacht in Israël overblijven. En Izebel, de trotse goddeloze koningin, de honden zullen haar lichaam eten aan de muur van Israël. Lezen 1 Koningen 21 vers 27 tot en met 29. Achabs berouw. Het gebeurde nu toen Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde, een rouwgewaad om zijn lichaam deed en vastte. In dat rouwgewaad ging hij ook slapen en liep hij langzaam rond. Toen kwam het woord van de Heere tot Elia de Tisbiet. Hebt u gezien dat Achab zich heeft vernederd voor mijn aangezicht? Omdat hij zich heeft vernederd voor mijn aangezicht, zal ik dat onheil nog niet in zijn dagen brengen. In de dagen van zijn zoon zal ik dat onheil over zijn huis brengen. Het einde van de geschiedenis van de wijngaard van Naboth vertelt hoe koning Achab zich bekeert. Om de een of andere reden blijft dat gedeelte van het verhaal niet bij ons hangen. Misschien durven we bijna niet te geloven dat een mens berouw heeft en zich bekeert. We vinden het mooi dat Naaman de Syriër zijn trots laat varen en zich onderdompelt in de Jordaan om te genezen van zijn melaatsheid. En de moordenaar naast Jezus op Golgotha, last minute, maar zeker gered. Maar Achabs bekering willen we liever niet erkennen. Maar de aanzegging van Gods oordeel heeft Achab wezenlijk diep getroffen. Hij weet zo langzamerhand heel goed, als de Heere zijn profeet laat spreken, dan komt ook wat deze zegt. Hij doet een boetekleed aan, hij vast, hij gedraagt zich alsof er een dode in zijn huis is. Izebel spot, ze hoont hem en maakt hem belachelijk. Maar deze keer stoort Achab zich niet aan haar. Hij is diep getroffen, zijn bloed zal door de honden gelekt worden. Zijn geslacht wordt uitgeroeid. Hij laat Izebel spotten en hij rouwt. Genadig en barmhartig is de Heere. Hij ziet Achab in zijn boetekleed. Hij ziet zijn vasten en zijn rouw. De Heere toont Achab zijn genade. Elia mag Achab uitstel brengen van het oordeel. Niet terwijl Achab leeft zal dat vreselijke oordeel over zijn huis komen, maar in de dagen van zijn zonen. Maar het oordeel kwam uiteindelijk toch op Gods tijd.